Geometrische vormen. Ja. Waarom? Waarom juist die vorm? Ja, wat wilt u nou? Waarom? Dat kun je niet zeggen. Het is zoals het is. Die belangstelling die bestaat er nou eenmaal voor de wetmatigheid. De wetmatigheid in de natuur kun je wel dat noemen. Hè? Een kubus is op zichzelf een wonderlijk fraai ding. En je kunt hem een beetje ingewikkelder maken. Je kunt ingewikkelder figuren maken. Octaeders en tetraeders. En zo, die zijn allemaal boeiend op zichzelf. En als je zo'n ding in je handen neemt en ronddraait, dan ben je getroffen door de schoonheid en door de zeer grote regelmaat van dat ding. En dan overvalt je een zeker gevoel van ongelukkigheid en van... Je weet zelf niet wat je ermee moet beginnen. Je zou zo graag er wat van mee willen doen, maar het is er al. Eigenlijk is het genoeg om zo'n ding in papier te maken en ernaar te kijken. Maar als je nou eenmaal graficus bent en je wil er een print van maken, dan denk je bijvoorbeeld, aangezien deze regelmaat zo groot is, laten we daar als contrast omheen zetten een soort van chaos. Laten we er een print van maken die de tegenstelling illustreert van orde en chaos. En dat heb ik dan ook gedaan. Daaromheen zijn allerlei kapotte en verfrommelde figuren. Stukken die ik in de tijd, het was in de winter, ben gaan zoeken op de mestveld. En zeer zorgvuldig heb samengeraapt chaotische voorwerpen waarvan je nog net kon herkennen wat ze betekenen. Want dat is helemaal niet zo makkelijk. Het is eigenlijk... makkelijker om de regelmaat uit te beelden dan de chaos. Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil die chaos wil ik nog meer uitbeelden. Ik wil bijvoorbeeld nemen een stuk modder. Ja, dat kun je aan een beschouwer niet duidelijk maken dat het een stuk modder is. Dergelijke dingen zijn alleen aardig wanneer je ze nog herkent. Op de burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar... was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk. Behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ik geloof dat ik op mijn eindexamen een 7 had. Landschap? Ja, dat is moeilijk te vertellen. Het Zuid-Italiaanse landschap interesseerde mij hoofdzakelijk. Niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de Moorse invloeden, die broodjes daken bijvoorbeeld, samen met rotspartijen. Was dat boeiend? Waarom? Ja, dat weet ik niet. Het heeft niks met Renaissance te maken of met barok. Ik heb in Rome gewoond, 12 jaar. En de architectuur van Rome op zichzelf heeft me nooit eigenlijk veel gezegd. Omdat die veel te renaissancistisch en te barok was. Thank you.
Ja.